En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben misschien een beetje naar een locatie. Ik ben namelijk gewoon in de wei aan het lopen. Want ik ben onderweg naar huis van stal. Achter mij is een dijk. Als ik hier zo draai is daar achter de weg. En dan woon ik daar ergens, ja. En stal ligt dus achter de dijk en normaal moet ik dus helemaal zo om de weg eromheen. En ik ben dus afgestapt door mijn moeder. En ik heb dat vee gevassen en gevlogd, want ik heb morgen een wedstrijd. Daar gaat dus een video over. Lekker bezig, Floor. Maar we moeten om 10:10 starten. Dus ik had niet echt zin om 6:00 op stal te zijn. Dus ik dacht van nou, ik ga vast de dag van tevoren lekker mijn paard wassen en vlechten. Dat heb ik net gedaan. Maar ik was zo van ja, weet je, als ik me opkom halen, loop ik wel naar huis. Zover is het niet. En toen zei mijn vader van ja, waarom ga ik niet gewoon binnendoor? Anders zou ik helemaal langs de weg moeten lopen. Dit is natuurlijk veel sneller. Nu is het gewoon ja, bijna hemelsbreed zeg maar, naar huis toe. In plaats van dat ik helemaal omheen moet lopen. En misschien, maar ik denk niet. Dus dat is heel erg fijn. Mijn arm wordt nu al moe. Ik heb echt geen kracht meer in mijn armen door werk. Want ik werk achter de kassa. Dus even moet gewoon dingen heen en weer bewegen. Ik heb echt pijn in mijn armen. Ik vind het dus geknot en zo echt niet stilstaan. Ik heb een keer geen tuinhuis gemaakt, want ik dacht, nou, al die knottuinhuizen worden ons ook een beetje saai. Maar ik heb wel zin in de wedstrijd. Ik heb nog gereden en toen heb ze echt heel erg fijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat doen. We gaan naar de Trekhoeve, dat is in Leusden, waar ik woon. Aan de andere kant van Leusden. En daar volgende week ook een triathlon, een soort van SGW-wedstrijdje. Dus dat ga ik natuurlijk ook jullie vloggen. Daar heb ik ook heel veel zin in. Maar eerst gaan we vandaag weer naar de B-starten, kijken hoe ze dat doet. Ik ben heel benieuwd. Vorige week natuurlijk een beetje in een drama. Toen wij Nieuw-Odra, dat zag ik linken ergens. Dat was ook de vorige video die ik heb... Nee, niet eens. Het was 2-3 video's geleden, wauw. In mijn hoofd was het natuurlijk heel recent, maar dat is helemaal niet. Even arm switchen. Ik hoop dat jullie zin hebben in deze video. Ik in ieder geval wel. Het was zo lekker weer vandaag. Ik heb ook echt weer het korte mijlshirt gereden. Ah, heerlijk. Maar ik denk dat ik veel mijn camera weg ga leggen, want ik moet zo de uitgang van Thailand zoeken. Kijk die zon dan ook, het echt, kan je niet zien. Kijk hoe mooi. Oh, het is echt prachtig weer. Maar ik ga mijn camera wegleggen en ik ben bijna thuis. Heel plezier met kijken. En laat een likeje achter als je denkt dat het leuk vindt. Dit leuk gaat vinden. Ik kan echt niet praten. Veel plezier met kijken. Ik ben op stal, het is in de ochtend. Het is 6:15 of zo. Kijk, hier is die heel vies. En dan gaan we naar deze kant. En dan is er zelfs mest hier bij haar oog. En toen heb ik een knotje eruit gekregen, deze. Ze is zo vies. Dus ik ga het even fixen. Oh, schatje toch, wat ben je goor. Wat ben je goor. Nou, ik heb even wat hooi gegeven als ontbijt. Want ze had vond zich altijd goed te doen aan mijn hooizak daar. Maar die is natuurlijk wel een trailer. Ik heb daar mijn zadel en zo hangen en mijn hoofdstel hangt daarachter als die schermers hebben. Ja, goed spullen, beestbeschermers. Ik heb er een beetje opgeknapt. De staart was eng en al stro. En maar dit vlechtje was er helemaal uit. Ik heb het opnieuw gedaan. Ja, ik zou het vast maken. Dan kan ik het vlechtje maken. En ik heb wel gemaakt voor het ja. Maar dit is in plaats van alleen maar haar. Nou, dat voetje heb ik niet gewassen, maar hij is echt best wel wit. En dan hebben we de klutjes, die zijn minder mooi dan het gisteren waren, maar weet je, goed genoeg. Vanaf het ziet er gewoon mooi uit. En daar is de pony, zat als mes op haar hoofd. Ook was het stro, de buik was stro, alles was stro. Ondertussen ben ik weer onderweg naar huis, dan was het weer bij mijn lieve vaste room en taxi. Ja. En het was echt super relaxed, we waren echt veel te vroeg. We waren er uiteindelijk om 8:10 en we wouden eerst om 8:30 zijn. Want ik moest dus om 9:45 mijn eerste proef rijden. En was aangemeld en we hebben rustig een kopje koffie gedronken. En toen hebben we opgezadeld en ben ik gaan inrijden. En eigenlijk liep ze al meteen echt heel erg fijn. Dus dat was echt heel erg, ja, ik heb echt genoten van het inrijden, ze liep echt top. En toen gingen we de proef in. En eigenlijk liep ze ook heel erg fijn. Die ging ook top? Ja, die ging ook top. En de eerste proef miste ik nog een beetje impuls. Maar de proef was wel heel fijn en gecontroleerd. En dus de tweede proef heb ik iets meer impuls erin gereden. Waardoor die naar mijn gevoel wat minder fijn ging. Maar ik heb wel mijn allereerste winstpunt in de B gehaald. Dat namelijk voor de... Ja, want namelijk voor de eerste proef 183,5 en voor de tweede proef hadden we 186. Dus ik ben echt heel erg tevreden en heel erg happy met hoe VT heeft gedaan, want ze liep echt heel fijn. Ze heeft eigenlijk niet eerder zo fijn gelopen op wedstrijd en ik merk nu echt wel dat we flink progressie aan het maken zijn en dat we in de afgelopen 2 maanden ook echt heel erg vooruit gegaan zijn. Dus ik ben heel erg tevreden met V. Ik was eigenlijk al tevreden toen ik ging uitstappen en de punten maken natuurlijk nog een stukje beter. Mijn arm wordt nu al moe. We zijn nu onderweg naar stal. We zijn er alweer bijna. Dit was echt om de hoek dit. En dan mag ze lekker op de paddock. Want dat heeft ze verdiend. Ja, ik ben tevreden. Ik hobbel alle kanten op. Ondanks dat het vroeg was, zijn we wel tevreden. Het was heel vroeg. Het was echt heel vroeg. Maar top gereden. Ja. Super trots op de dames. Ja. Ik ben echt heel tevreden. Tweede krullenbol. Oh, even wachten. Wat? Kijk. Krulletjes. Die mag lekker naar erbij. Kom mee. Kom maar. Het is nu de volgende dag. Ik zit nu lekker zonder zadel op vee. Ik heb nog mijn krulletjes van gisteren. Maar ik ben heel erg tevreden hoe het gisteren heeft gedaan. Ik heb dus nu lekker zonder zadel. Ben ik even aan het stappen. Even spiertjes losmaken. Ja. Ik hoop jullie deze video leuk vond. Laat een likeje achter als je het leuk vond. niet te abonneren hieronder als je meer van onze witgeitavonturen wil zien. En ze is zo braaf. Ze daar achter ons allemaal werken op het dak en ze doet er echt helemaal niks bij. Ik ben echt zo trots op haar. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.